Verandering was gisteravond de rode draad tijdens de speeches van de verschillende sprekers. Bij de 48e Dies Natalis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Velen waren het erover eens dat de economische crisis, ondanks de uitdagingen, ook nieuwe kansen en mogelijkheden biedt, die met beide handen moeten worden aangegrepen. De Diesrede werd dit jaar uitgesproken door Daniel Latchman. Hij is Certified Materials and Resource Professional, CMRP. Latchman, zijn presentatie ging over duurzame transities voor Suriname. De noodzaak van deconstructie en constructie van momentum. De inleider ging in op hoe het land in de huidige moeilijke situatie is terechtgekomen en hoe het eruit kan komen. Hij geeft aan dat het niet de eerste keer is dat het land in deze crisis is beland. We hebben Marienburg gehad. We hebben Peterpot gehad. Mungo, Allianz, Wageningen, Yarikaba, Patamaka, Paranam en omgeving. Misschien dat ik eentje heb gemist. The question is who's next? En wat je dus eigenlijk ziet is dat het verhaal achter het gros van al deze regio's allemaal te maken hebben met of decreasing returning industries of het gebrek aan sustainable competitive advantage. Het jammerlijke van de zaak is dat we dus nu op een punt zijn beland. We zijn uit Suriname 2.0 gekomen en er moeten nu een aantal belangrijke besluiten genomen worden. Hoe gaan we nou verder met het land? En dan zie je eigenlijk dat die keuzes die je dan tussendoor genoemd wordt, dat die eigenlijk niet veel verschillen. En dat die eigenlijk ook geen sustainable competitive advantage in zich herbergen. En eigenlijk ook decreasing returning industrieën zijn. En ik dacht dat het Albert Einstein was. Nou, if you do what you always did, you will get what you always got. So, als we zoveel harde lessen hebben geleerd, en ik kom nog wel eens in dat soort gebieden, en het is een sad story, we cannot allow it to ourselves, en in het bijzonder voor onze kinderen, om nog een keer dit soort fouten te maken. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de universiteit, zegt dat er een aantal knelpunten is dat de universiteit moet zien op te lossen. Zo wordt nagegaan hoe het instroomniveau te verhogen om zo het studielimitersprobleem op te lossen. Minister Robert Penneu van Onderwijs en Wetenschap, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er zich van bewust dat het studielimitersprobleem zeer complex is. Er wordt gepleit voor specifieke toelatingseisen voor opleidingen opnieuw te bekijken. En er zijn ook wensen dat het berekenen van studiepunten voor vakken en van het toetsbeleid wordt verbeterd. Het aandeel van studenten dat de studie afrondt binnen de nominale studietijd is bedroevend laag. Studenten vragen om meer aandacht voor de problemen die ze ondervinden bij het studeren. Deze problemen hebben tot gevolg dat er een groeiend aantal studielimieters is ontstaan, vooral bij de faculteit der maatschappijwetenschappen en de faculteit der technologische wetenschappen. Het studielimietersprobleem houdt aan de ene kant verband met het ontbreken van adequate toelatingseisen en aan de andere kant met tekortkomingen in het totale onderwijsproces vanaf de vreubelschool tot en met de middelbare school. Een belangrijke factor hierbij is dat de meeste bachelorstudenten vanwege een zwak beurzenbeleid gedwongen worden om deeltijds student te worden. En in de afgelopen periode hebben de studenten van vooral de faculteit der technologische wetenschappen enkele tientallen brieven naar mij toegeschreven met het verzoek om te voorkomen dat zij worden afgeschreven. Vanwege de urgentie en magnitude van het probleem heb ik samen met het bestuur van de universiteit gezocht naar een korte termijn oplossing. De gevonden oplossing was geen structurele, want in de komende periode zal door het bestuur van de universiteit samen met de faculteitsleidingen en haar instituten, waaronder de afdeling kwaliteitszorg, gewerkt worden aan een structurele oplossing. Ik ben mij er terdege van bewust dat een deel van het probleem te wijten is aan deficienties die studenten die zich inschrijven voor een technische studie hebben, vooral wat betreft de exacte vakken.
Een ander deel is verwijderd aan het gebrek aan adequate faciliteiten op de universiteit. Dit probleem vindt haar oorsprong in de krappe budgettaire ruimte die wij als land en als universiteit hebben. Aldus minister Robert Pneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij sprak gisteren bij de 48e Dies Natalis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in de Centrumkerk.